Ja, welkom bij een nieuwe Talent Tuesday Show. Dat is de eerste uit 2019. Na de winterstop zijn we terug met niet zomaar iemand. We zijn met Enrique Janzana Beuze. Nou, dat is nog best wel goed uitgesproken. Jawel? Ja. Hoe is het echt helemaal goed? Enrique Janzana Beuze. Enrique Janzana Beuze. Ja, kijk, in Spanje spreek je dubbel L, spreek je uit als een J. Dat dus... wist ik, want ik ging wel eens naar Spanje en dan zei ik, mag ik een broodje pollo? Dat is fout, het is pollo. Ja, klopt, klopt. Ja, dat is het. Hem goed. Ja, ja, goed, goed. Maar Enrique Janzana Beuze, we gaan het zo meteen even over hebben. Ja. Pero ahora esta muy importante para mí, hablas un poco español aquí. Sí, sí. ¿Está bien o no? Sí, yo hablo... Ja, ik praat Spaans, ja. Ja. Ja, wel in Spanje. Sí. Ah, sí, muy bien. Maar ik niet helemaal. Ik deed het een beetje voor de fans. Misschien kunnen we even Brian Brommy laten zien. Allemaal voor de fans. Alles voor de fans. Alles voor de fans. In ieder geval, dat Spaanse, zit het er echt helemaal in bij jou? Of is het een beetje... Ja, ik heb 8 jaar in Spanje gewoond. Dus ja, dat zit er wel in. Mijn vader woont ook in Spanje. Dus met hem praat ik ook gewoon Spaans. Zo. Dus ja, dat zit er gewoon allemaal in. Ja, lekker man. Ja, zeker. Ja, af en toe vergeet je wel wat woordjes. Ja. Want ja, ik woon nu natuurlijk al bijna 10 jaar in Nederland. Dus ja, dan vergeet je het wel eens. Maar... Zometeen meer over je Spaanse roots, want ik ben heel erg benieuwd. Het gaat natuurlijk nu wel goed met je, in de wedstrijd wat minder, je viel geblesseerd uit. Ja. Hoe kwam dat? Rond de 78e minuut of zo, toen corner, waar die 3-4 uit kwam. En toen kreeg ik hier die keeper met zijn voet. Met zijn scheen toch? Ja, met zijn scheen op mijn hoofd. Dus toen, ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar... Ja, ik had het gevoel dat ik aan het slapen was. En toen deed ik mijn ogen open en toen leek het alsof ik net wakker werd. Ja? Ja, toen ben ik er maar uitgegaan. Mm-hmm. Inderdaad. En, Het moment waar de meeste mensen je misschien van kunnen kennen dit seizoen was een goal voor jou in de Youth League. Ja. Tegen AEK. Omschrijf hem even, want het is een prachtige goal. Ja, nou ja, ik viel in dus. En ik pak hier dus de bal af. En ik ga door, ik kom 1-1 op de keeper. Nou, ik kan hem misschien pasen, maar ik denk gewoon van ik schiet hem gewoon lekker zelf. Lekker toch? En ja, precies. En dan gaat hij erin, dus dat is zeker mooi. En heel veel scoren doe je niet? Nee, ik score bijna nooit. Echt bijna nooit. Maar ja, dan is het wel leuk dat ik score eindelijk. Want voordat we even naar de dinsdagdilemma's gaan, omschrijf eens even wat voor speler je bent in Ajax 119 op het veld. Nou, ik ben denk ik een speler die niet altijd opvalt. Ik denk dat ik wel gewoon een belangrijke speler ben, ook tussen de verdediging en de aanval in. Ik pak wel veel ballen af, heb denk ik een goede paas. Ja, maar met genoeg wetenpunten hoor, natuurlijk. Maar goed, we hebben een beeld van Enrique Janzana Beuze. Wat een schitterende naam. We gaan naar de dinsdagdilemma's kiezen. Ready? Ja, okay. Ja, ik ben er klaar voor. Als je gaapt, vliegt er een vlieg in je mond, iedere keer? Ja. Of als je niest, komt er een muisje uit je neus? Jemig. Als je niest, een muis. Uit je neus. Als je gaapt, ja, ik denk dat. Want dan gaat er tenminste wat uit, dan komt er niks in. Ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Als ik niest, gewoon dat er een muis uit. Ja, ik moet geen mug in mijn mond. Nee, nee muggen vallen mee. Vliegen kunnen ook groter variëren. Ja, inderdaad. Vliegen. Ja, nee, dat moet ik niet. Dat moet ik niet. Okay, ik denk dan die muis eruit. Ja, dat er niks in gaat, inderdaad. Oké, dan is het prima. Je praat altijd als een robot, of je mag 1 woord per minuut zeggen? Nee, als een robot praten. Maar dan is het ik ben... Enrique. Ja, maar dan mag je wel veel praten, dus... Maar je bent een beetje aan het praten? Nee, ik ben eigenlijk helemaal geen praten. Je was aanvoerder, die moet toch een beetje kunnen praten? Ja, maar dat is ook een verbeterpunt. Ik ben normaal gesproken niet zo'n prater. Ik vind je best wel een breed. Dan mag je de volgende en laatste dilemma heel goed uitleggen aan me, want die is het moeilijkste ook. Och. Met Nederland het WK spelen of met Spanje het WK winnen? Oef. Ik denk dan toch het WK winnen met Spanje. Want als je met Nederland speelt, dan win je niet gegarandeerd. En als je met Spanje wint, dan win je dus gegarandeerd. Dat klopt. Ja. Maar ik dacht, ik zit hier naast een toekomstige... Ja, kijk. Als ik moet kiezen nu, dan kies ik voor Nederland. Ja. Want die hebben nog geen WK gewonnen. En Spanje wel een WK gewonnen. Dus ja, ik wil het WK winnen met Nederland. Maar dat kan in deze niet. Nou ja, ik wil natuurlijk een WK winnen, dus dan ga ik zeker voor zekerheid. Want je wilt natuurlijk prijzen winnen als speler. Nou, dat is wel een hele, hè? Ja. Dat vind ik een goeie. Ja, maar dit was een moeilijke. Ja, dat was een moeilijke. Ja. Dan gaan we gewoon even rustig verder. Want we zijn weer begonnen aan de Talent Tuesday Show. Houdt ook in dat de jeugdteams op de toekomst en daaromheen weer zijn begonnen. En we gaan kijken hoe die teams uit de winterstop zijn gekomen. Het jaar wordt uitstekend gestart door Ajax onder 15. Thuis tegen Heerenveen wordt er met 3-0 gewonnen. Het hoogtepunt is deze schitterende solo. Gaat weer een man voorbij. Prins Anning. Oh, wat een doelpunt. Voor Ajax onder 19 begint het tweede seizoen zelf een stuk slechter. Ondanks veel kansen wordt het toch verloren in de laatste minuut tegen de ploeg van Theo Jansen.
Het herstel volgt al snel. In de competitie wordt tegen NAC met 0-3 gewonnen. En een week later volgt een bizarre herhaling van dat duel in de beker. Doelman Daan Reiziger is de grote held. Hij scoort in de allerlaatste seconde de gelijkmaker en pakt in de penaltyserie een strafschop. Ajax door in de beker. Ajax 113 heeft ook een lastige start. Na twee wedstrijden heeft het één punt dat thuis tegen Vitesse wordt behaald. En voor Ajax 116 begint 2019 heel erg pijnlijk. Tegen Feyenoord gaat het keihard onderuit. Het wordt maar liefst 1-7. De Ajax-vrouwen zijn wel goed uit de winterstop gekomen. Het bereikt de kwartfinales van de beker na een 13-0 overwinning op de amateurs van Bavel. En in Groesbeek wordt de competitie hervat met een 4-0 overwinning op hekkensluiter Achilles. Ashley Bakker, oh wat een schitterend doelpunt. De tweede treffer van Ashley Bakker. De eerste zege van het nieuwe jaar pakt Ajax onder 17 tegen NEC. Dankzij twee mooie goals van Dylan Hogewerf wordt er met 2-1 gewonnen. Door gelijke spelen tegen Feyenoord en Utrecht staat het nu met 5 punten uit 3 wedstrijden vierde in de kampioenspool. En de ploeg van Dave Vos blijft op meerdere fronten actief, want in de beker wordt Groningen weggespeeld. 5-1 wordt het. En de topper in dit jeugdoverzicht is natuurlijk PSV onder 19, Ajax onder 19. En dat blijkt ook. Ajax komt met 3-0 voor, PSV komt terug tot 3-3. Maar John Heitinga en zijn ploeg boeken een belangrijke 3-5 overwinning in Eindhoven. Daardoor staat Ajax onder 19 nu tweede in de kampioenspool. Dat was een geweldige topper tegen PSV. Ja, zeker. Een geweldige topper inderdaad. Maar voordat we daarover gaan hebben, wil ik eerst naar een ontzettend opmerkelijk moment, al zeg ik het zelf, in die beker tegen NAC. Scoorden jullie doelman Daan Reiziger? Wat gebeurt hier? Ja, we deden gewoon alles ervoor om nog een gelijk spel eruit te halen en dan de keeper mee naar voren. En ja, dan is het natuurlijk een droomscenario dat hij er ook nog ingaat. En sta jij daar onder de duk uit? Ja, ik sta daar. Ik was er net uit. Maar je staat ook een beetje ongemakkelijk van, gebeurt het echt of ben ik aan het droom? Nee, maar kijk, vanaf de bank leek het alsof hij net naast ging. Dus ik dacht van, zit hij er nou wel of niet in? Want ik dacht echt, hij was naast. En toen zag ik hem juichen. Toen dacht ik van, nee toch, hij is er gewoon in. Dus toen dacht ik van, wat gebeurt hier nou? Leuk scenario inderdaad. Ja, schitterend. Het ging de wereld over. Ja, zeker. Hoe reageerde die jongen zelf trouwens daarna? Ja, hij was natuurlijk ook vol met adrenaline. En hij geloofde het natuurlijk ook niet dat het gebeurd was. Ja. En vervolgens houdt hij ook een penalty tegen. Dus dat heeft hij natuurlijk schitterend gedaan inderdaad. En terug naar de wedstrijd van dit weekend. Jullie winnen dus met 5-3. We begonnen natuurlijk heel goed. PSV kwam er ook gewoon niet uit. We waren goed in balbezit en zo. En vervolgens wordt het 3-0. Ja, dat zien we hier ook. En vervolgens laten we het weg. Laten we hun een doelpuntje maken. Een doelpuntje. Dat uiteindelijk dus de 3-1 leidt. En dan raken we het een beetje kwijt. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat we dan te makkelijk gaan denken of zo, of dat de overwinning al binnen is. En ik denk dat gewoon slecht is. En dat is gewoon een verbeterpunt bij ons. Dat we het niet zomaar weg mogen geven. Want het wordt uiteindelijk nog 3-3. En dan komen we natuurlijk wel nog goed terug tot 4-3. En uiteindelijk 5-3. En nemen we wel de overwinning mee in Amsterdam. Ik denk dat we toch wel echt een goede mentaliteit hebben als team. Dat we echt niet. We wilden echt niet verliezen van PSV. We hebben gewoon alles gedaan om te winnen. En uiteindelijk leidt dat ook tot een overwinning. Dus ik ben wel trots op ons team. In hoeverre geeft dat ook vertrouwen voor de titel dit seizoen? We zitten vol vertrouwen. We gaan het gewoon winnen. Klaar. Nou, lekker toch? Ja, alles op alles. We hebben jou ook gevolgd. Het was natuurlijk een schitterende wedstrijd daar op de Hertgang. En je bent meestal een beetje stil misschien, maar het is toch wel lekker een beetje aandacht om nu naar jezelf te kijken. Ja, zeker. Let's do it.
Leuk filmpje vind ik. Complimenten daarvoor. Nou ja, ik vind het wel mooi om te zien dit. Maar je zegt net, terwijl we aan het kijken waren, het is motiverend om dit even te zien. Ja, waarom? Zeker. Nou ja, je besef gaat toch wel van, je wordt gevolgd, je bent er echt al dichtbij, denk ik. Ja, dus het is zeker een motivatie om zo door te gaan. En ik ga nu even terug, want het is daar koud en je bibbert en er zit hier wel een Spanjaard naast me met bruine ogen. Ja. En, ja, zeker. Waar begon het? Dan gaan we even terug naar de kleine jongetje Enrique. Ben je geboren op een strand ergens? Ja, in Cambril. Ja, in Tarragona ben ik geboren. Toen dat is dicht bij Barcelona in de buurt. Nou ja, ik heb 4 jaar in Cambrils gewoond. Ik weet niet of je dat kent. Cambrils. Toen ging ik dus naar Madrid toe, want mijn vader die kreeg ander werk. Maar ook nog een tussenstop gehad, toch? Cambrils, of is dat vlakbij? Nee, Cambrils is dicht bij Tarragona. Ik ben in Tarragona geboren, dat is in het ziekenhuis daar. Hoe kom je dan bij Salou? Ja, dat ligt ernaast. Oh, Salou ligt ernaast? Dat ligt ernaast, leuke stad, hè? Ja, nou ja, ik ben er nog nooit geweest. Nee, nou ja, ik ben er wel eens geweest, maar niet als feest. Niet zoals wij het kennen. Ja, niet zoals jullie het kennen, inderdaad. Maar ik zit bij mij dus in mijn hoofd, hè, want je heet dan Jansana Beuze. Ja. Is het dan, of is dat veel te romantisch, dat een keer jouw moeder met een soort georganiseerde reistrip meeging naar Salou, daar je vader tegenkwam die daar reisleider was en onder het genot van een drankje in de Blue Bahia de Pasha elkaar dat is wel heel romantisch, ontmoet hebben en op het strand kleine Enrique zijn. Nee, het is anders gelopen. Oh, jammer. Ja, volgens mij in 1992 of zo, toen ging mijn moeder naar de Olympische Spelen in Barcelona. En toen werkte mijn vader daar ook. Dus toen hebben ze elkaar leren kennen. En dat is ook wel een leuk verhaal. Ja, precies. En van het een kwam het ander, inderdaad. Dus, toen kwam jij. Ja, en mijn broer en mijn broertje. Dus, dat is misschien wel een leuke verhaal. En toen ging ik dicht bij Madrid wonen, in een klein dorpje daar zo. Mm-hmm. En toen ben ik daar begonnen met voetballen. Ja. Dus daar op de pleintjes en daar onder de zon? Ja, nee, wel bij een amateurclub daar zo. Mm-hmm. Gewoon, en daar ben ik begonnen met voetbal. En toen gingen we naar Nederland toe en toen kwam ik bij Ajax terecht. Had je dat ooit verwacht? Nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk is het echt een droom natuurlijk. Ja, ik leef eigenlijk een droom hier zo. Wil ik nog 2 dingen van je weten? Want je zegt dan dorpje Madrid, dorpje Barcelona. Ja. Welke van de twee is dan je favoriet? Real of Barça? Ja, Barça. Toch wel? 100%, ja. 100%, ja? Ja, en als je dan het hebt over mama Beuze, Nederland en papa Jansana, Spanje, Nederland-Spanje? Nee, Nederland. Ik woon hier wel heel erg fijn hoor, moet ik zeggen, in Nederland. Ja, ik heb het even ook over voetbal ook. Ja, voetballend ook. Ja? Ja. Dus als we even teruggaan naar 2010, WK, Zuid-Afrika. En Casillas hield net die bal zo tegen van Robben. En Iniesta neemt aan van de vaart, komt net niet in de buurt en scoort uiteindelijk de winnende. Ja, nee, maar ik was toen net in Nederland, net 2 jaar in Nederland. Dus ja, het maakte mij echt helemaal niet uit. Ik zei al tegen iedereen van ja, ik heb al gewonnen. Want Nederland en Spanje in de finale, dus ja. Het maakt me echt niet uit wie je zou winnen. En nu uiteindelijk is het wel mooi dat Nederland het nog niet heeft. Want dan ben ik wel van Nederland uit gaan komen. Schitterende uitspraak. Ja. Je kan goed kiezen. We gaan nog meer met je kiezen. We gaan naar My Picks. Oh. Oké, deze moet je snel antwoorden. Je favoriete serie? Favoriete serie? Ik vond Prison Break natuurlijk. Ja, vet. Ja, dat was ook gruwelijk, ja. En je favoriete drinken? Drinken, gewoon Fanta. Fanta. Geen Baco in Salad? Nee, tuurlijk niet. Maar mag dat? Kan dat niet? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat als je als sportman dat het beter is om niet te drinken. Dat kan natuurlijk ook niet, dat vind ik ook. Je favoriete eten? Paella vind ik wel lekker. Dat is echt Spaans. Ja, ja, maar nu spreek ik het verkeerd uit, hè? Paella. 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 Ja. Kijk, ik ben een beetje genederlands. Ja, oké, okay, ja. Dat zou ik ook zeggen als ik ja. Je favoriete sporter? In het algemeen? Gewoon voetbal. Ik vind tennis op zich vind ik ook wel een leuke sport. Mm-hmm. Ik denk als ik niet op voetbal zou zitten, dat ik tennis zou doen. Maar heb je dan ook een idool daarin? Of iemand die je echt... Gewoon Nadal. Ja. Nadal. Ja. Wel bijzonder dat je dan niet kiest voor voetballen. Nou jawel, natuurlijk kies ik voor voetbal. Voetbal is sowieso nummer 1. Maar stel je voor, ik zou niet kunnen voetballen, dan zou ik op tennis gaan. Heb je ook een groot voorbeeld? Nou, mijn voorbeeld was altijd Iniesta. Iniesta en Busquets. Dat zijn mijn 2 voorbeelden. Ja, en ik vind Frenkie de Jong ook wel erg goed. Je ultieme vakantiebestemming? Nou, ik vind Spanje op zich wel een lekker vakantielandje, moet ik zeggen. Maar zou je dan naar zo'n drukke plek gaan? Nee. Gewoon lekker naar Mallorca of zo. Dat is mooi. Dat is mooi, inderdaad. Dat is echt heerlijk. Zeker. En een geheim wat nog niemand van je weet? Een geheim? Ik heb geen geheim. Geheimpje. Geheimpje, zo. Of zeggen dat je redelijk goed Spaans kan, terwijl je de afgelopen uitzending eigenlijk nog niet meer dan 2 zinnen in Spaans kunt zeggen. Ik denk dat dat het is, ja. Ik denk dat dat het is, ja. En heb jij ook fans? Nou, niet dat ik weet. Ik denk dat... eerlijk gezegd niet dat ik weet. Ik weet er wel 2. Ja, ja, mijn ouders natuurlijk. En nog 2? Nog 2? Nou? Opa en oma, of niet? Ja, opa en oma. Ja, mijn hele familie is natuurlijk fan van me. Die staan op nummer 1 voor mij. Hè. Maar kom je wel eens kijken, je opa en oma? Ja, mijn opa die komt elke wedstrijd kijken. Ja, echt? Echt elke wedstrijd. Dat is toch best bijzonder? Ja, zeker. Ja, mijn opa wordt dit jaar 80, maar hij komt nog steeds elke wedstrijd kijken. Wat tof. Ja, zeker. Ik denk dat opa kijkt.
Wil je nog wat zeggen? Ja, nou, wat moet ik zeggen? Zeg het tegen opa, kijk. Nou, ik hou van je opa. Dit, hè? Hoe vind ik lief. En de mooiste vrouw. Dit heb ik zitten voorbereiden. maar die kennen jullie denk ik niet. Ja, ik ben nu heel benieuwd. Nou, kijk, mijn moeder is natuurlijk de belangrijkste persoon. Ja? Dat moet er ook even in. Denk Hanna Palmer. Hanna Palmer? Ja, Hanna Palmer. Moet ik even opzoeken? We moeten wel zo door met de show. Maar... Ja, ben zij is benieuwd. Echt... Kan je ook volgen op Instagram, die chick of niet? Ja. Je kan... Ze gaat met die Dan Bilzerian op. Even kijken, schrijf je het zo? Ja, dat is hem. Nee, maar kijk, ik denk dat deze beelden lekker... niet in de uitzending komen. Die moeten niet in, hè? Nee, die moeten niet in, maar het is wel echt... Dit is echt niet normaal, hè? Nou, deze komt even op de achtergrond. Komt die in de achtergrond? Laten we liggen. Hoor. Wat heb jij een goede smaak? Ja, hè? maar niemand kent haar ook, hè? Nee, maar dat is toch juist leuk? Ja. Dat is toch juist leuk? Maar jij bent ook wel een beetje mooi, boy. Want ik zie haar poseren daar met, hè, heeft alleen maar een bikini aan. Ja, we hebben een soort gelijk beeld van jou. Kijk eens, wat ben je hier aan het doen? Gewoon lekker van mijn vakantie aan het genieten. Ja? Ja. Maar je zei net van, ik heb geen vriendin, toch? Nee, geen vriendin, nee. De behoefte ook niet? Nee, ik heb er geen behoefte naar, maar als ze een leuk meisje is, dan... Ja. Nou, ik zweer het je, als deze foto die nu ook getoond gaat worden in de uitzending een beetje verspreid wordt, hè, dan ja. Denk ik dat de DM'tjes binnenkomen. Ja, die zijn van harte welkom, ja. Dus, bij deze, als je nou denkt, Enrique, ik vind je een leuke jongen, stuur me even een berichtje, volg me op Instagram. Ja, inderdaad. En doe even een duimpje omhoog als je hem echt een mooi boy vindt. Ja. Nou, dan heb je je promotie ook weer gehad. Ja, inderdaad. We gaan naar het volgende onderdeel toe. We gaan kijken naar wat je teamgenoten over jou zeggen. Vinden ze je een mooi boy of vinden ze je een sir? Dat is koud, man. Erik is een huilenbak. Hij houdt heel veel. Hij schat altijd tegen de scheids. Erik is altijd boos in het veld. Dat is scheids! Scheids! Hij stond met veel vuur in de wedstrijd altijd. Een hele slimme speler, buiten en binnen het veld. Creatief speler. Altijd vuur in zijn spel. Hij ruimt alles op. Hij is net terug. Ja, geblesseerd, maar hij is nu weer de ster in ons team, dus hij is weer terug. Erik speelt heel veel. Opnieuw. Erik speelt altijd met heel veel vuur. Mag ik dit? Ja, ik kan wel goed zeuren. Ik sta niet onbekend dat ik scheidsrechters vaak mag. Ja, ik heb bijna nog nooit een goede scheidsrechter meegemaakt. Volgens mijn visie dan. En je laat ze ook meestal wel gewoon merken? Ja, ik laat het ze wel merken, ja. Dat ik niet altijd met ze eens ben, inderdaad. Oké, er verschijnen nu op de achtergrond drie etenswaren. Een sinaasappel, een pannenkoek en een lolly. Wat zeg je vaak tegen de scheidsrechter? Ja, pannenkoeken. Ja. Maar dat is echt je stopwoordje, hoor ik van ja, mensen. Ja, nee, dat is echt mijn stopwoordje. Want kijk, je kan wel gaan schelden en zo, maar pannenkoek is niet echt een scheldwoord. Ja. Dus je hebt voor jezelf een beetje geïmplementeerd van als ik boos ben, zeg ik pannenkoek. Dan hou ik mezelf nog deels in. Ja, inderdaad. Nou, dat is op zich wel slim. Dat is wel slim, hè. Ik kan ook met een ander iets gaan schelden, maar daar heb je uiteindelijk jezelf mee. In de onder 16, toen had ik na 5 wedstrijden, hadden we 5 wedstrijden het nieuwe seizoen, had ik 5 gele kaarten. Ja, en het waren echt 4 gewoon voor zeuren tegen de scheidsrechter. Gelijk geschorst echt van het doen dan. Nou, nee. Ja, het was maar is dat ook deels je mediterraanse ja, ik denk tournament? Dat ik wel... Ik denk wel dat ik in het veld een kort lontje heb. Ja. Wat is eigenlijk het Spaanse woord voor pannenkoek? Oef. Put. Viel de. Dan is het Frans. Nee, dat is Frans. Ik zit in te schelden. Ja, Nee, we gaan even kijken naar. We gaan het even serieus houden. Want jouw trainer heeft ook nog wat te zeggen over jouw scheldcapaciteit op het veld tegen de scheids. Nou, ik denk dat al die jongens dat wel heel goed kunnen. Nou ja, Riek is een winnaar. Hij kan heel slecht tegen zijn verlies. En dat als het hem niet gaat zoals hij wil dat het gaat. Dan kan hij inderdaad af en toe zeuren. Maar dat is eigenlijk ook een hele goede eigenschap. Hij houdt het nog beschaafd. Ja, zeker. Gelukkig maar. Dat hij het niet te erg wint. Je ziet hem op het begin wel lachen, vind ik wel mooi. Hij heeft denk ik wel zoiets van, ach joh, dat kan er toch wel bij. Ja, precies. Hij heeft ook nog andere woorden voor je, mooie woorden. Henrique is een fijne speler, een balansspeler. Hij staat positioneel altijd goed. Sterk in duel. In de lucht is hij heel sterk. En hij kan echt zorgen voor balans binnen de ploeg. Zeker op die 6 posities is dat essentieel belangrijk. En ook in het verzorgen vanuit achteruit de opbouw is hij vaak heel erg vast aan de bal. Hij heeft ook nog eens een keer de kracht en de power en de discipline. Plus het is een hele intelligente jongen. Die is er niet alleen voor zichzelf, maar hij maakt andere jongens ook nog beter.
Mooie woorden. Mooie woorden, zeker. Mooie woorden. Nog iets aan toe te voegen? Nee, ik denk dat de trainer wel goed heeft gesproken. Ik ben wel benieuwd, want je komt voor mij ook over als gewoon een tof gast, intelligent. Hij noemt je wel balansspeler en de stille kracht. Is dat af en toe ook niet dat je denkt van ja, Naatje krijgt veel aandacht, Brian Brobbey ook weer en ik ben dan de stille balansspeler? Nou ja, kijk, het is wel logisch dat spelers die heel veel assists hebben en doelpunten, dat die natuurlijk meer aandacht krijgen. Ja, ja. Nee, mis je dat? Ik mis dat niet op zich. Nee, ik mis die aandacht niet. Ik denk dat zij het wel erg druk hebben met alles en ik heb het lekker wat rustiger. De DM'tjes en zo beantwoorden. Ja, precies, dat soort dingen inderdaad. Ik ben nog naar één iets benieuwd. Eén vraag. Zijn er ook negatieve elementen aan profvoetballers zijn, denk je nu al? Nou, ik denk natuurlijk haatcomments en alles. Ja, ik denk dat dat wel negatief is. Maar ja, daar moet je je gewoon niet te veel van aantrekken. Ja, je hebt ook wel een paar tegenslagen gehad op het gebied van blessures. Ja. Vertel eens, wat voor blessures heb je gehad? Ik heb, vorig jaar heb ik een dag voordat we gingen verzamelen mijn knieband. Dus mijn buitenste knieband had ik ingescheurd. Gebeurt dat hier? Ja, dat gebeurt daar. Nou, heel dom. Als ik achteraf terugkijk, dan denk ik van ik had nooit in duel moeten gaan natuurlijk. Mm-hmm. We zouden maar een helft spelen. De jongens die naar het EK zouden gaan, zouden maar een helft spelen. En dan gebeurt dit. Want dat is natuurlijk... Nee, dat is mijn moeder. Mm-hmm. Dan krijg je even een knuffel van ze. Ja, ik krijg even een knuffel van. Want wat gebeurt er daarna? Dan ben je geblesseerd, kan je dus niet mee naar dat EK? Nou ja, kijk, ik ben wel goed opgevangen door de club ook. En door alle mensen. Ook de bondscoach, Kees van Wonderen, die heeft me ook gewoon een paar keer gebeld. Ook tijdens het EK, van hoe het ging. Om je toch ook nog een beetje erbij te betrekken? Ja, om me ook een beetje bij te betrekken. En ook EK onder 17 hebben we gedaan. Ja, EK onder 17, ja. En uiteindelijk ben ik ook naar de finale geweest. Hadden ze me uitgenodigd, dus dat is wel erg leuk. Ja, zeker. Maar ga je dan een beetje door een dal of kan je dat vrij goed handelen? Nou, aan het begin was ik echt wel door een dal heen aan te gaan. Inderdaad. Wat is dat dan? Ja, gewoon, ik baalde echt verschrikkelijk. Ik baalde echt verschrikkelijk. En dan winnen ze het EK ook nog. Ja, nee, kijk, ik gun het ze hartstikke erg, maar dan wil je er zelf natuurlijk ook echt bij zijn. Dus ik baalde echt verschrikkelijk. Maar ja, uiteindelijk word je mentaal wel sterker van. Hè? Ja? Ja. Ik denk dat ik er wel goed mee ben omgegaan, denk ik. Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom, gewoon Ajax 1 halen. Ja? Ajax 1 halen, prijzen winnen met Ajax. Nederlands elftal. Prijzen winnen, WK winnen. Houd even vast, want we gaan kijken in de glazen bol waar je uiteindelijk terechtkomt. Oeh. De glazen bol. Nu in Ajax onder 19. Ja, nou ja, binnen nu en twee jaar Ajax 1 halen. Landstitels winnen met Ajax 1. Hoe is je debuut? Ik val in en bij een gelijkspel. En ik score in de 90ste minuut in de Kuip tegen Feyenoord de 2-1. Laat even in de reacties weten wat jullie van deze gedurfde uitspraak vinden. En daarna? Vervolgens gewoon landstitels winnen met Ajax. Champions League winnen met Ajax. En vervolgens naar Barcelona. Direct, net zoals Frenkie? Ja, gewoon direct naar Barcelona. En daar ook weer heel veel prijzen winnen. En ga je het transferrecord van Frenkie verslaan? Je van 86 miljoen of meer moet je die kant op. Ik zal zeggen van niet, nee. Dan heb je minder druk op je. Maar we moeten nog maar gaan kijken hoe Frenkie zich aanpast daar. Heb je niet zoiets van, misschien net zoals een Eriksen even naar Tottenham en daarna misschien naar een... Dat is ook een mooie overstap natuurlijk. Naar een Tottenham of naar een Liverpool of zo. Kijk, Frenkie mag ook niet klagen natuurlijk. Nee. De grootste club ter wereld op dit moment, denk ik. Ja, die legt gewoon even rond de 90 miljoen euro neer voor. Ja. Dat is natuurlijk niet normaal. Ik vind het wel mooi, je bent een lekker relativerende gast. Ja. Nou, als je dat vasthoudt, dan kom je hopelijk bij Barcelona terecht. Ja, en dan ook nog met Nederland het WK winnen. Ja? En EK. En vervolgens afsluiten bij Ajax. Maar dan, als ik het zo een beetje opzom, word je wel zeg maar de meest succesvolle speler die ik ooit op tafel heb gehad hier. Ja, je moet wel dromen. Ja, nee, dat is waar. Laten we er gewoon vanuit gaan. Nou, ik hoop het. En dan nog even dit seizoen. Gaan jullie kampioen worden dit seizoen? We gaan er alles aan doen om kampioen te worden. En de beker te winnen. En ver te komen in de Youth League. Dan heb je mijn laatste vraag al beantwoord. Youth League, genoeg kansen voor je. Misschien weer een goaltje mee pikken. Ja, inderdaad. Daar gaan we voor. Enrique, Jansana, Beuze. Hartelijk dank voor je komst. Nou, en ik vond het mooi dat je ook zo enthousiast bent dat je een wereldcarrière tegemoet gaat. Ik hoop het. Nou, vinden jullie hem nou een mooi boy? Vond je de video leuk? Of wil je gewoon iets zeggen? Doe dat. Even duimpjes omhoog. Zijn wij er over 2 weken weer met een nieuwe Ajax voetballer uit de jeugd. En wens ik jou heel veel succes met je verdere carrière, jongen. Ja, erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Tuurlijk. Ja. Wat ga je nu doen? Ja, studeren. Ja, succes.